allemaal, welkom bij een nieuwe video van Dierenpraat TV bij Pippi's Opvang op Curaçao. Wij zijn vandaag aan het klussen, we gaan een nieuw afdak maken, want onze container komt eraan. Die is afgelopen zondag aangekomen op Curaçao en we verwachten hem vrijdag, dus we hebben nog 2 dagen om een hooischuur te maken. We hebben achter op het terrein hebben we een hele grote stal en ik dacht, misschien is het leuk als ik jullie vandaag een rondleiding ga geven over het hele terrein. Veel plezier met kijken! Ja, dit is onze voortuin. Daarvoor, langs de witte muur, daar zit de poort. Daar kun je naar binnen komen. En dan hier zo in de voortuin, daar staan de paarden en de ezels altijd als de ochtend begint. Want daar kunnen de honden, die kunnen lekker rennen op de vlakte. In dat gedeelte staan Mona en de ezeltjes. En hier staan dan altijd de rest van de paarden. En we hebben in de paddock hebben Nacho en Ziggy staan. We hebben dakplaten gedoneerd gekregen van een snackie. Wat een snack is, een plek waar je biertjes kan drinken, gezellige muziek kan luisteren, met vrienden wat kan kletsen. Die snack die is al best wel oud, die is een tijd geleden gesloten. En wij mochten gratis de platen en zo allemaal ophalen. En dat is bijna voor 2000 gulden materiaal, dus dat is echt een hele super fijne donatie. Dus die platen zijn we nu aan het uitladen. Daarna gaat de trailer gaat weg, want daar wordt zaagsel meegehaald. Dus het is al lekker warm, het is nu 9 uur 's ochtends en het is al bijna 30 graden, dus heet. Nou, hier zo gaat het afdak gebouwd worden en dan kan daar straks het hooi allemaal in. Dit is het klusteam, Fenna, Zanzi, La Fiera. Met de assistentie van Bowie. Bowie die heeft een slee, die heeft hij in Nederland is die aangemeten voor hem. Toen moest hij in een gipsje moest gaan zitten. En daar hebben ze dit helemaal op maat kunnen maken. Dit is echt helemaal naar zijn lichaam afgestemd. En daar kan hij dus gewoon lekker sleeën. Kom eens Bowie. Kom eens kijken. Bowie. Kom maar. En hij heeft ook een hondenrolstoel, maar hij vindt in de tuin gaat hij het liefst in zijn slee. En je ziet, dat gaat dus best wel heel soepel. Voor een gehandicapte hond die verlamd is. La Fiera die sprong tegen mij. En 's ochtends liepen hier dus alle paarden en de ezels. En nu mogen de huishonden hier rondlopen. Hier hebben we de opslag van de benches staan. Dit is voor de, als de honden naar Nederland vliegen, dan hebben we de handdoeken, lakens en allerlei deurtjes. En hier zijn de schroeven en zo van de benches. Hier staan de tuigjes, de halsbanden en de riemen. Pepper! Pepper is een boef. Hier komen we dan in de schildpadden- en kattentuin. Die is helemaal overdekt met allerlei stellages erin. En dan zijn we bezig om hier zo alle blaadjes van het dak af te halen, zodat het dak niet te zwaar wordt, anders gaat het instorten. En dan hebben we hier zo de voeropslag en alle bakjes, drinkbakjes. En daar is ook nog een lekker slaaphuisje. Dit is Zusje. Zusje is hier op het terrein geboren van een wilde poes. En Zusje die kregen we niet tam. Daar hebben we heel erg ons best voor gedaan. En uiteindelijk hebben we besloten dat ze uit de kattentuin mag. En dan geven we hier eten en drinken. Dat is lekker onder een afdak van het huis. En we hebben dan die kussens liggen en zij leven dan eigenlijk hier gewoon op die tuin. En dan kunnen ze hier helemaal het dak rondlopen. En anders gaan ze via dat muurtje zo naar buiten toe en dan kunnen ze daar helemaal natuurgebied in. Nou, ik ben daar net aan mijn t-shirt getrokken van we hebben een probleem. We komen materiaal tekort voor de palen te kunnen storten voor het afdak voor het hooi. Dus ik ben nu naar de bouwmarkt aan het racen om nog zo'n paal erbij te gaan halen. Daarna ga ik heel even bij onze achterbuurman langs. Hij heeft een zwijn of een varken, een beer, die zo groot is dat je er gewoon in kan liggen. Dat beest is echt bizar groot. Ik ga proberen om hem zo meteen even te filmen. Hè? En hij gaat mijn achterbumper opmeten, want mijn bumper is helemaal doorgerot. En dan kan er een stalen buis op gelast worden in plaats van een bumper. Want een nieuwe bumper voor deze pick-up
kost 1400 gulden. Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen. Dat is zonde voor het geld. En we moeten voor de beesten kunnen zorgen. Dus creatieve oplossing. En dat is heel fijn dat de buurman daarbij wil helpen. Moeten jullie eens kijken hoe mensen hier vervoerd worden. Zo worden de werkers dus naar hun werkplek gebracht. Gewoon achter in de pick-ups. Zo, dat was mijn avontuurtje wel weer. Je hebt hier die buizen die er bovenop ligt. Die heb je dus in 8, 10, 12 en 14 duims. En ik dacht dus dat het allemaal hetzelfde was. Dus ik had heel die buis erop laten leggen bij de andere bouwmarkt. En ik dacht, nou, dit is goed. Maar dit is dus helemaal niet goed. Dus heb ik eraf laten halen. En nu ben ik aan helemaal aan de andere kant van het eiland om een andere buis te halen. Dus ik sta nu in de rij voor de kassa. Kijk, het is wel ideaal, want je kan hier gewoon met je pick-up naar binnen rijden. En dan kan je uitzoeken wat je allemaal nodig hebt. Hier zijn we in ons paddockparadijs. Hier lopen al onze paarden en ezels en de varkens en de kippen lopen overdag ook lekker rond. Alleen de ochtenden gaat dus alles hier naar de volle tuin. En voor iedereen die denkt dat gehandicapte honden zielig zijn, nou kijk maar hoeveel pit dat erin zit. Hij wil ook heel graag naar achter de paarden aanjagen. Maar dat mag natuurlijk niet. Daar gaan we. Dat is rustig. Nee, dat kan niet. Jij blijft hier. Jij moet hier blijven. En dan wordt hij zo boos, want hij wil zo graag mee. Maar dat gaan we echt niet doen. Zielig voor de paarden. En hier hebben wij de mest in. En dan heb je zo'n schans. Dan kan je met je kruiwagen erop om hem bovenlangs te laden. En dan 1 of 2 keer per week gaat zo'n kar weg en die worden dan verkocht. En van de opbrengst daarvan kunnen wij de jongen betalen die voor ons werkt. Daar hebben we een hele grote paardenwip. We hebben overal expres allemaal heuveltjes. En voor als er hele grote regenbuien zijn, dan hebben we hier een pool waar dan de varkens in kunnen zwemmen. En het is meteen dat we minder overstroming hebben in de hondentuinen. Dit is onze dierenbegraafplaats. Hier liggen paarden en ezels begraven en honden, kippen, katten, ligt van alles. Dat zie je zo boven de grond niet, maar voor mij is dit een hele speciale plek. Ja, en hier hebben we dan alle hondentuinen achter. Oh, Benji, ben je daar? Kijk eens kijken, hij is hier, Benji en Pino. Die hebben we laatst gerescued bij met jullie in de video. Zo hebben ze allemaal de eigen tuinen en de tuinen grenzen ook allemaal aan elkaar. Dat als er minder honden zijn, kunnen gewoon tuinen naast elkaar open. Nou, ik heb even een oogstalfje bij Sterren erin gedaan. Hier zo komt straks al het hooi in. We hebben nu even bij de dierenwinkel hier zo hooi moeten kopen. Dat is ontzettend duur. Maar dan hebben we in ieder geval weer even tijdelijk. En dan zometeen komt het helemaal vol te liggen. Een container is 12 meter en deze ruimte is 9 meter. Dus daarom moeten we een extra afdak bijbouwen. Nou, het is helemaal mooi onder de pallets schoongemaakt. Dus dan leggen we zo meteen overal de pallets weer uit. Zodat als we een overstroming krijgen dat alles droog blijft. En dan is er ook nog een klein beetje ruimte om het voer op te slaan. Want dat moeten we natuurlijk ook kunnen bewaren. Hier staat allemaal gereedschap. Lieve die kijkt altijd van wat is er allemaal voor mij. Lieve is net 6 jaar geworden. Ze is hier geboren. Hier zo. Precies op deze plek.
En dat heb ik gezien. En dit is een mama van Lieve. Dus heeft dus net zalfje in de oog gehad. Waarschijnlijk heeft ze een staart in de, die zwiept in haar oog. Of een vlieg is er ingekomen waardoor dat ze last van haar oogje heeft. Arm paard. Dan laat ik jullie nog heel even de voerkeuken zien. Dus Jochie, die klimt altijd op het hek. Dan gaat hij met zijn pootjes, hangt hij zo heel schattig eromheen. En Pippi en Pukkie. Hey Jochie. En waar is Liesje? Is Liesje er ook? Klimt hij helemaal hier ertussen. Jij bent stout. Houdini noemen ze dat. Hier is onze voerkeuken. En hier bewaren we al het voer voor de honden en voor de katten. En Mandy is nu aan het voeren. Okay, daar staat allemaal netjes. Medicatie. En de bakjes. En hier kunnen dus ook honden en katten slapen. Dus dat zijn allemaal tuinen die voor het dierhotel gebruikt worden. En voor het rescue center. We worden achtervolgd. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden en tot de volgende keer. Veel liefs uit Curaçao. Doei doei!